Hallo, welkom hier bij een nieuwe vlog van Charlotte. Ik wil vandaag een overschotel maken met gehakt en Chinese koolreepjes. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem het gewoon op, want het is een superlekker gerecht. Het is ketogeen, laag in koolhydraten en natuurlijk kun je het ook als paleo gerecht zien. Super lekker, super simpel, dus ik denk ik neem jullie mee. Je verwarmt de oven vast voor op 200 graden. Dan kun je vervolgens de ui gaan snijden en de knoflook. Ik heb hiervoor 500-600 gram gehakt. Gemengd gehakt heb ik. Chinese kool. Peper, ui, knoflook. Currypoeder, nootmuskaat, zout en peper. En dat zijn eigenlijk wel alle ingrediënten. De ovenschaal heb ik vast ingevet. Dat scheelt dadelijk even tijd en dan laat ik jullie nu zien stap voor stap hoe dat ik het maak. Sowieso kun je de buitenste bladeren van de kool vast verwijderen. Deze snijd ik zo meteen in reepjes. De ui mag je snipperen in kleine stukjes. Maak er gewoon een lekkere puinhoop van. Zo, ik ben vandaag een beetje in de luie modus, dus ik zal de ui even snipperen in een speciaal daarvoor bak. Deze heeft wat mesjes en is super handig. Ik krijg ook altijd ontzettende traanogen van, dus vind ik dit veel makkelijker om te doen. Stukjes. Zo. Ik kan als een echte pro deze in prachtige stukjes gaan snijden. Ik dacht, dat ga ik dus ook doen. Iemand horen zeggen dat dit gezonder is dan de knoflook uitpersen. Ik heb echt geen flauw idee of dat het waar is en waarom dat dan zo zou zijn. Maar ik vind het altijd wel leuk om af en toe een keer van knoflook lekkere stukjes te hakken. En dan voelt het wel gewoon goed. Als je handen trouwens ontzettend naar de knoflook ruiken, kun je altijd zo RVS... ja, een soort van zeepje gebruiken. Deze heb ik gekregen van een goede vriend van ons. Super lief. Werkt ook bij vis. Dus als je handjes naar vis ruiken, of wat dan ook, RVS die neutraliseert de geur. Dus vandaar. Zo. Hopelijk. Deze gaan we zo meteen fruiten in de pan. Intussen snijd ik even de kool in reepjes. Knoflookje en uitje fruiten, hakje erbij, kruiden erbij. Dan ga ik de Chinese kool even roerbakken. Dan gaat het gehakt bij de Chinese kool en vervolgens verdeel je het over de ovenschaal. Mocht je er een keto-dieet gerecht van maken, dan kun je de kaas eroverheen doen. Ik heb hier geraspte kaas, Italiaanse kaas van rauwe melk gemaakt. Daar let ik altijd het liefste op. Als het even kan, neem ik altijd alles gebaseerd op rauwe melk. Eet je paleo?
dan kun je natuurlijk ook de geraspte kaas weglaten. Het is maar net waar je je aan wil houden. Wij maken er in ieder geval keto van vandaag. Maar nu eerst het gehakt op het zakje zetten. Knoflook en uitjes, lekker fruit. Daarna het gehakt rul gemaakt in de pan. De Chinese kool heb ik ook eventjes gewokt. Daarna doe je alles bij elkaar. En dan kun je het vervolgens in de ovenschaal doen. Het mengsel. En dan lekker 20 minuutjes in een voorverwarmde oven, 200 graden. Wil je een keto maken, dan doe je er wat kaas overheen. Ik heb hier hele lekkere Italiaanse geraspte kaas. Van rauwe melk gemaakt, rauwe melkse kaas. In plaats van gepasteuriseerd. Wil je een paleo, dan gebruik je geen melkproducten. En kun je gewoon de kaas weglaten. Eén keer dat de ovenschaal. Ruikt nu al echt super lekker. En heel erg gezond. Ons gaat vandaag de kaas eroverheen. Ik doe het even met rechts. Ik ben linkshandig, dus waarschijnlijk lukt het niet zo mooi als dat ik het met links doe. Nee, zie je. Het gaat er heerlijk overheen. Beter. En dan hebben wij een super gerecht. Gehakt Chinese kool. Lekkere kruiden. Zoals natuurlijk gewoon peper, zout, curry, nootmuskaat, knoflookteentjes, uitjes zitten doorheen. Heerlijk. 20 minuutjes, 200 graden. Kunnen we hier eens eventjes mooi op gaan ruimen. Zoals je ziet ontploft er altijd vrij snel een bommetje hier in huis. Maar dat geeft niet. Dat hoort erbij. Ja hoor, de ovenschotel is klaar. Even kijken of die gelukt is. Nou, dat ziet er super uit. Precies zoals die moet zijn. Hebben we er zin in? Jo! Ja! Oh, gelukkig.